doorgaan. Als ik nu niet opschrijf, wordt alles vergeten en gaat de geschiedenis verloren. Ooit was er een gouden eeuw, toen de muziek nog prachtig was. Toen harige mannen machtige instrumenten bespeelden. Toen mensen nog vrolijk dansten op zelfgemaakte muziek. Maar toen viel de duisternis in. Een duister macht maakte een einde aan al dit moois. De muziek stierf. De exacte dag dat de muziek stierf. En hoe? Ja, dan moet ik nog uitzoeken. Ik weet wel dat het met een of ander tv-programma te maken had. De Voice of Nederland of zo. Op steden schoot als paddenstoelen uit de grond. Iedereen dacht dat hij een popster was. Er werd één grote chaos in de wereld. De Global Stopbeweging maakte hiervan gebruik. En kwam aan de macht. Dit was het begin van de Gaga-tijdperk, waarin we nu leven. Een tijdperk waarin instrumenten verboden zijn. Een tijdperk waarin niet mag worden gezongen of gedanst mag worden. Of echte muziek mag worden gemaakt. Het enige waar mensen nu nog naar mogen luisteren is Radio Gaga. Wat zijn wij aan het doen? Kijk baas, hij schrijft verboden teksten. Over waar al die interesse in het verleden? Het verleden biedt ons hoop. De oude muziek mag niet vergeten worden. Begrijp het dan nog niet. Er is geen hoop. Hé baas? Er is altijd hoop. Altijd. Hoop is het enige wat we nog hebben. Hou toch eens op met die onzin. Jij schrijft verboden teksten. Ja, en dat is verboden. Vertel, wat vind jij van het begrip oude rock? Het zijn prachtige woorden van vroeger. Maar wat betekent het? Het is een legende die voorspelt dat binnenkort de droom onze weg wijst naar de arena van de champions. Yeah baby! God, ik haat hippies. Breng dit ellendige misbaksel naar lunatic. Oh, naar het gekke. Ja. Heel goed baas, het is geen gabba aanhanger. Dit soort mensen hoort niet in het Global Stop tijdperk. Nou! Waar wachten jullie nog op? Heyo, commandant! Heyo, commandant! Wat is hier nu aan de hand? Wat is hier nu aan de hand? We hebben hem! Hij weet er meer van! Voer hem af! Heyo, dank u wel! Heyo, dank u wel! Global Soft is ons bevel! Global Soft is ons bevel! Steeds gemoed.
Als het nu Galileo was geweest,
Waar heb je die naam in vredesnaam vandaan? Gehoord in een droom. Ik droom namelijk als een gek, als een razende. Woorden schieten door mijn hoofd. You've been running round, running round, running round, showing the dirt on my name. En ja, soms droomt hij wat op. Wat hij dan allemaal niet zegt, ik kan niet verstaan. Maar het klinkt echt heel heftig. Weet je ook ergens de avond? Hij was heel emotioneel. Het ging ongeveer zo. I found the love for me. Of zoiets. Tranen kwamen zo uit zijn ogen. In zijn slaap. Ja, en het gekke is, ik onthoud het ook nog allemaal. Mijn kop zit vol met van die rare zinnen in een andere taal. You know what I mean? Hou nou toch eens op met die flauwekul. Je bent geen kind meer. Je leeft in een perfecte wereld. Wat wil je nou nog meer? A perfect world. Yeah, right. Een perfecte gevangenis, bedoelt ze. Nou, inderdaad. We mogen maar niks zelf bepalen. Ja, we hebben eindelijk vakantie van school. Kunnen we nog niet doen wat we willen. Wanneer gaan we zo zelf nadenken? En wanneer soms met de Global Soft onzin te luisteren? Precies. Laat ze hier maar eens naar luisteren. Kom op, jongens. Weg met de onderdrukking. Zo naar echt vrij zijn. Ja, en even nieuw jijsje, baby. Jongens, dat is een doordekkertje. Oh, I want to break.
I want to break free.
tegen meiden. Kijk eens wie we daar hebben. Wat een troelaas. Heeft je moeder even een kleding voor je kunnen downloaden? Daar heb ik nog niet voltooid. Ik bepaal zelf hoe ik eruit zie. Ik bepaal mijn eigen modelijn. En wat is de modelijn voor vandaag dan? Ik wil lelijk zijn of zo. Nee, ik wil precies hetzelfde aan als iedereen, want ik heb geen mening. You go, girl. Losers. Denk je nou echt dat er ooit iemand zou vallen op een freak zoals jij? Met een schande voor de Gaga Girls. Ja. Ja, foei, schande. Ik ben geen Gaga Girl. Oeh. En ik ben ook niet geïnteresseerd in die sukkelige jongens waar jullie achteraan lopen. Ja, met die glimmende pakjes. Stoer hoor. Ach, arme Remy. Helemaal alleen op de wereld. Ach, wat zielig. Liever alleen op de wereld dan met jullie. Stel ik je voor, geprogrammeerde geiten. Kijk eens wie daar aan komt. Nu piepen jullie wel anders, hè? Verraders! Bedoelt ze nu ons? Aha! Nog zo'n bijzonder clubje. Global Soft dat ook van jullie. Arresteer ze! Blijf met je gore tangels van me af. Heyo, commandant. Heyo, commandant. Wat een onrust in dit land. Wat een onrust in dit land. Deze spijt, Elvie. Denk voor jezelf. Neem maar mee. Heyo, dank u wel. Heyo, dank u wel. Global Soft is ons bevel. Global Soft is ons bevel. Medewerkers van Global Soft, directeuren, onderdirecteuren, projectleiders, voorzitters, vicevoorzitters. Bereid u voor op het grote welkom van onze leidster, onze geliefde bazin van Global Soft wereldwijd, Killer Queen at globalsoft.com/theworld.
gebruld, hoogheid. Als hij dat niet gehoord heeft. Nou, inderdaad. Hij heeft nog steeds tiet in mijn oren. Tiet! Hoofdkwartier van Global Soft wens nu een antwoord. Bent u klaar met uw opdracht? Is de verzetsbeweging opgerold? Nog niet, hoogheid. Wacht! En dan zit het dan met die oude hippie. Heeft u wat gevonden in die verboden documenten? Ik vrees van wel. Volgens de legende bestaan er nog muziekinstrumenten op deze planeet. In de arena van de Champions, verborgen onder de oude rol. Nee, oh nee! Oh ja. Verborgen onder de oude rok? Wat zijn dat voor mensen? Wie stopt er een muziekinstrument onder zo'n oude rok? Dat is toch gek? Ja, ja, ja! Oh, oh, oeps! Maar hoogheid, misschien doen ze met rok iets anders dan kleding. Het is een woord uit die oude muziek. Rockmuziek. Een woord in die andere taal. Ja, hoogheid, rock is een oud Engels woord voor stenen vlot. En in plaats van kampioenen zijn je champions. En ik bedoelde geen paddenstoelen. Dus die instrumenten bevinden zich ergens onder een steen of rots. En je kunt er rockmuziek mee spelen. Correctie, hoogheid. Rockmuziek. Maar de rest is zeer wel mogelijk. Dan zit er niets anders op dan dat we alle stenen en rots op deze hele planeet moeten opblazen, verpulveren, vernietigen. De Mont Blanc. Krak, boom, pas. De Mount Everest. Krak, boom, pas. En natuurlijk niet te vergeten de Sint-Pietersberg en de Utrechtse Heuvelrug. Ja, die ook. Nou, die Killer Queen is wel erg ambitieus, vind je niet? Nou, inderdaad. De Mount Everest opblazen, oké, maar de Utrechtse Heuvelrug, dat doe je toch niet? Onder een steen of rok mochten deze instrumenten nog ergens verstopt liggen, dan zou ik ze weten te vinden. En, commandant. En dan gaan we nu verder met het echte belangrijke werk van Globalsoft. Onze core business. De totale vernietiging van de fantasie van iedere jongen op deze planeet.
komen. Inderdaad, ze kunnen ons naar de vervelende analoge onrustlopers leiden. Ja, die Bohemian hippies. Bohemian hippies? Exact, hoogheid. Maar wat is dat voor nou? They wanted the hoogheid and they wanted the now. Ja, dat hebben we gelezen op de letter van de ene yogi. Zij willen hun Rhapsody. Wat is dat woord? Zoiets bestaat niet. De Bohemian Rhapsody is het lijfje van de hippies. Tegenwoordig zoals het strijdlied van de hippies. Ja, en dat hebben we dus gelezen op de laptop van zo'n ene jochie. Dus... strijdlied! Ha, ha, ha. Laat me niet lachen. Er is geen muziekinstrument meer op aarde. Het strijdlied, de Bohemian Rhapsody, is gebaseerd op de gevreesde oude muziek. En als we niet oppassen, komt het weer terug. Ja. Nee. En het is jouw taak om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Kom voor elkaar. Daar zorgen wij wel voor. Daar zorg ik voor. Mannen, één groot mars. Stel me niet teleur. Als je dat soms bedoelt. Oh, wat een coole naam. Ja, dacht ik ook. Het was een grapje. Kan ik hem afkorten? Afkorten? Echt niet. Figaro. Fifi of zo? Fifi. Top, waarom ben jij opgepakt? Omdat ik stem hoor. Woorden en geluiden. Ik ben gek. En jij? Ik zit hier alleen maar omdat ze mijn kleren niet mooi vinden. Maar je ziet er toch fantastisch uit? Oeh, dat is aardig. Van iemand die gek is. Maar... welke woorden hoor je dan in je hoofd? I don't know, baby. Weet je dan überhaupt iets? Ja, weet je dan überhaupt iets? En je vrienden dan, die weten ook niet zoveel, hè? Laat ons maar even buiten, hè? Ja, wat ik weet is dat ik anders ben. En dat de Gaga Boys mij haten. De Gaga Girls haten mij ook. Weet je ook waarom ze je haten? Ja, ze denken dat ik een nerd ben omdat ik geen witte kleding met pastel heb. Dat zou je anders fantastisch staan. Nee, ze haat je omdat je anders bent. Gevaarlijk waar ze bent. Jij denkt na. Wat denk je dat mensen ons gedaan hebben dan? Geen idee. Zeg, plakdrollen, zitten jullie hier nog steeds? Dat is een goeie. Hier zijn jullie spullen, nou wegwezen. Denk je dat we ons nu met rust zullen laten? We snap het nou toch eens een keer. We zijn een bedreiging voor ze. Een virus op een harde schijf. En ze zullen een kusser op ons zetten om ons naar de prullenbak te slepen. Dus we zijn nog niet met ze klaar. Of ze zijn met ons. Hey duifjes, ze willen gaan of zo. Nou inderdaad, ze bij denken dat ze hier gezellig vinden. Hij is nu eigenlijk gewoon zij.
Wanneer er nog zo'n agentje over is, dan weet ik daar wel raad mee. Sky, kan wel komen! Nee, blijf toch even daar! Als River zijn spieren gespannen houdt, is dan niet veilig in de buurt. Laten we voorzichtig zijn. Weet je zeker dat iedereen weg is? Ik wil echt geen ruzie of andere nare dingen, hoor. Omdat je Pies heet, denk je altijd tevreden. Maar ik heb eens een keer geleerd van een man dat die op de schutting schreef Pies. En ik dacht, dat is een rare manier om blas te schrijven. Maar hij zei, nee joh, betekent vrede in het Engels. Engels? Wat is dat? Ja, dat is een van de oeroude talen. Die sprak vroeger heel veel. Ja, nou weet je het wel. Trouwens, volgens mij is het tos. Ja, nee, jij weet het natuurlijk weer beter, hè? Die oude taal interesseerde mij geen moer, anders was ik wel naar Gaganasium gegaan. Daar staan ze echt door mensen als jij te springen. Nou, Sky, laat maar even. Zet de zin echt weer wat waar we wat mee kunnen? Niet echt veel, voornamelijk plastic. Een stuk ijs waar we mee kunnen wapperen. Wat steentjes waar we mee kunnen rammelen. Een fles waar we kunnen blazen en een lantaarn mee even kunnen tokkelen. Mijn creatiever begint te bloeien. Hier kunnen we echt prachtige gieters van maken. Het zijn gitarenpies, geen gieter. Doe niet zo naar, het was alleen maar vergissing. Ah, echte trek, vind het das pas goed voor mijn biceps. Oh, Angel. Yeah, dat gaat rocken, meid. Moet je me maar even naar het Heartbreak Hotel brengen, want ja, ik heb andere dingen te doen. Maar Sky. Ik moet op zoek naar een dromer. En die moet ik echt alleen doen, dat weet je. Soms wou ik dat wel nooit hadden gehoord van die dromer. Dat meen je niet. Nee, maar ik mis je elke keer zo erg en het wordt elke keer erger. Maar ik kom toch terug, ik kom altijd weer terug. Vandaag ben ik de dromer als een nieuwe leider met me mee. Soms denk ik dat wij aan het dromen zijn. En is de muziek nu ook echt dood? En is er helemaal geen dromer of nieuwe leider? De muziek slaapt alleen in een diepe, diepe slaap. En wij weten niet hoe we de muziek weer wakker moeten maken. Maar misschien vind ik op een dag de man die dat wel kan. En dan kunnen we onze liefde met de hele wereld delen. Dan hebben we alles! Dan hebben we de hele wereld, dan hebben we alles! Komen steeds op hetzelfde uit. Hij ziet een ruimte, een enorme ruimte, met mensen, overal mensen en geluiden, waanzinnige geluiden.
En hoort hij die woorden? Welke woorden? Ja, Galileo, welke woorden? Ik ben benieuwd. Nou, bijvoorbeeld. Zoek de verlossing in de arena van de oude rok. Een heldere ster zal je geleiden. Ga heen, daar waar de champions speelden. Ja, lijkt me voorkomen onzin. Ja, oude rot is champignons. Ik heb wel eens gehoord dat champignons in kelders gekweekt worden. Onder rotsen, zeg maar. Misschien. Volgens mij kunnen champignons niet met elkaar spelen. En jouw naam heb ik in mijn droom in een soort lied gehoord. Scaramouche, Scaramouche, zul je doen de fandango. Zo had ik het nog nooit gehoord. Wow, Scaramouche, dat is een mooie manier om je naam te horen. Ja, en het gekke is, in een andere flart van hetzelfde stuk geluid hoorde ik mijn eigen naam. Very, very frightening me, Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Wat de rest betekent, snap ik niet. Maar je naam komt er duidelijk in voor. 3 keer zelfs. Best eng. Jouw naam, met die van Scaramouche? Zou dat iets betekenen? Oh, je bedoelt toch niet? Oh. Doe normaal. Sorry voor deze reactie, dames. Het idee. Nou ja. Scaramouche. Scaramouche. Oké, Scaramouche. Zoals jij dat zegt, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Een beetje, als hoe noemen ze dat nou? Een tune, een song? Scaramouche, Scaramouche, hoe je doet de fandango. Wat betekent dat nou weer, fandango? Was het niet iets van een dans, Galileo? Bedoel je dat gaga-gehuppel? Ja zeg, mag ik even kotsen? Ik geloof dat dansen vroeger anders ging. Vrij, dat je ergens op een plek je eigen ring deed. Of met z'n tweeën. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. Swish, swish, swish. I'm just a Vriendschap? Ik heb eigenlijk nog nooit een vriend gehad. Echt niet? Wat een verrassing. Nou ja, ik wilde wel altijd graag een vriend. Zullen wij dan vrienden worden? Oké, als je dat wilt. Maar geen gedoe, hè? Ja, dat wil ik. Wordt ons niet om toestemming gevraagd? Ja, wat betekent dit voor ons? Nou, ik weet wat dit voor ons betekent. Dit bevalt me eigenlijk wel. Ik zie je niet alleen sterker, ik ben het ook. Laat mij dat mannetje maar eens even vasthouden. Zeg, waar heb die vent van jou al die woorden vandaan? Hij is niet mijn vent, wel mijn vriend. Welke woorden, waar heb je het over? Je weet best wat ik bedoel. Jij noemt daar Scaramouche, je hebt de heilige teksten gelezen. Ik weet helemaal niet zo'n heilige teksten, wat klets je nou toch? Oh nee, Galileo Figaro, Scaramouche, wil jullie van Dango? Je noemt daar Scaramouche, je bent in het Heartbreak Hotel geweest, je hebt de fragmenten gezien. Je bent spion. Ik weet helemaal niet zo'n heilige tekst. Wat klets je nou toch? Wie ben jij? Wie ik ben? Ik weet niet wie ik ben. I'm the invisible man. I'm every woman. I'm a creep, but I'm yours. Jongens, rustig nou. Laten we vreedzaam overleggen. Dus jij hoort die woorden gewoon in je hoofd? Ja, ik weet ook niet hoe het komt. Altijd maar vragen, sommige zinloze teksten. I'm sexy and I know it. Havana, oh na na. Alice, Alice, who the fuck is Alice? Hey John, we hebben gevonden. Dit is onze man. Ja, dit is onze man. Geloof mij nou, dat is spion. Nee, echt. Dit is de trommer die we zochten. Dit is hem. Testen dan en zijn baby, Joost. Zijn baby? Testen. Hallo, ik ben 18 hoor. Testen. Rustig nou. Misschien horen we wel bij elkaar. Mama, just killed a man. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama,
Life has just begun, and now I'm gonna throw it all away. I kent de tekst. Maar goed, jij hebt gelijk. Jullie moeten meekomen. Ja, maar zij is niet belangrijk. Maar ze is wel leuk. Vrouwen is een beetje aan de spieren gaat werken. Ik ga nergens heen zonder Scar. En wie zegt dat ik mee zou willen? Misschien zijn het wel een stadje killers. We zijn killers, baby, trillers, gillers, baby, billers. We zijn de familie en hippies. We zijn de laatste restje verzet in deze digitale wereld. Wat? Ja, doet hij dat de hele tijd? Ja, oké, jullie kunnen kiezen. Do you want to break free? Do you want to know? Zijn aan de champions te worden? Hey, wat heb jij daar nou op je rug? Wie ik? Waar? Ja, hier. Ja, hier op je linker schouder. Oh, dat. Een moedervlek. Oh my God, Bank Hotel!
hier, Sky. Ik denk dat we hem gevonden hebben, Ronnie. De man die we al zo lang zochten. De dromer. Ik denk omdat hij er een beetje stoer uitziet, wil niet meteen zeggen dat hij de dromer is. Misschien is het wel Waylon of Nick en Simon. Nee, zeker niet Nick en Simon. Hij noemt zichzelf Galileo Flex. Galileo? Dan heeft hij de heilige teksten gezien. Het is een spion! Dat zei ik dus ook al. Neem ze gevangen, opsluiten die handel. Nee, als je naar hem komt, kom je aan mij. Hij kan die teksten nooit gezien hebben, want die maken wij met ons leven. Hij zegt dat hij die woorden in zijn droom hoort. Hij zegt dat zijn baby Scaramouche heet. Wat is dat voor gezeur met een baby? Heb ik een luierom of heb ik met een speen in mijn mond? Wij geloven dat er een tijd was dat een echte rocker zijn vriendin of vrouw baby noemde. Dat was een vorm van respect, van echte liefde. Enkel overtroffen door... Bitch! Iets zeg mij dat het niet helemaal klopt. Maar we staan nu helemaal af. Dit is een spion! Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb ook niet gevraagd om mij hierheen te brengen. Ik weet niet wie jullie zijn. Ik weet niets van jullie stomme teksten. Kijk, Flexie, hij hoort die woorden in zijn hoofd. Snap je? Ja, en heb je zijn moeder vlek al gezien? Wat zijn dat dan voor teksten die ik hoor? Die teksten zijn losse flarden. Ze komen overal vandaan. Teksten uit... Knipsels en kranten en tijdschriften. Tijdschriften? Dat zijn een soort websites, maar dan van papier. Die kan je echt vastpakken. Nee, echt. En grote foto's en reclames die niet bewogen. En die plakten ze tegen muren en die noemden ze posters. Al onze namen komen uit het tijdperk van oude rock. Ik ben dus Ronnie Flex. Zeg maar Ronnie. Of Flex. Ik ben Justin Timberlake. Zeg maar Justin. En ik ben Katie, zeg maar Katie. En dat is Ed. Dat klopt, zeg maar Eddie. Sorry dat ik zo laat ben. Ik moest hem nog even shearen. By the way, I like the shape of you. Ik ben Mars. Bruno Mars. And today I don't feel like doing anything. Hello, from the other side, it's me. Gewoon someone like you. And what about us? What about us? En ik ben Pink en mijn lievelingskleur is... Maar wie ben jij dan eigenlijk? Ik ben de grootste, de slechtste, de gemeenste, de smerigste, meest rockende, meest punkige, meest zieke, heavy metal etterbak. Ze noemen Sky. En wat is het dan, dit Heartbreak Hotel? Dit is de basis van de rebellen, de Bohemian Hippies. Dit is de laatste plek op de aarde waar je nog mag denken wat je wil. En hoe komen jullie aan deze te gekke spullen uitleden? Het ziet er echt waanzinnig uit. Wij kunnen ook wel een kleurtje gebruiken, vind je niet, Flash? Van een beetje vrolijkheid op de tijd dat nog nooit iemand spijt. Heb jij soms ook van die gekke dromen? Wij hebben dit gevonden. En ja, als je weet waar je moet zoeken, dan vind je ontzettend veel. Neem een kijkje en pak wat je leuk vindt. Welke kleur vind jij mooi? Nou, ik heb dus lelijke benen, een rare broek, mijn armen zien er niet uit en mijn handen lijken ook al nergens. Oh, dus je zoekt iets waarin je ellebogen mooi in uitkomen. Nou, dat is iets uit. Dus dit is meer dan een rebellenplek. Dit is de enige plek waar Justin nog wat Justin kan zijn. En Flex en Flex. En Bruno en Mars. Galileo, wat zo'n nieuw muziek noemen is alleen maar gemaakt voor het geld. Nou, het heeft geen soul. Dit is onze kerststand heel, alleen hier kon nog echt muziek op gemaakt worden. Dit is de zijdige grond, een tempel voor alles waar wij in geloven en waar wij onze eer bewijzen aan de muziek en de instrumenten. En niet te vergeten de mensen die ze bespeelden. De helft van toen mag nooit vergeten worden. Hun liedjes zijn misschien vergeten, maar hun namen leven voort. Living in painful memories, loving.
deep in my heart. I'm having to learn to pay the price. They're turning me upside down, waiting for possibilities. Don't see too many around. Made in heaven, made in heaven. It's for all to see. Made in heaven. Scaramouche, je ziet er echt waanzinnig uit. Helemaal te gek, Flash, in mijn rock and roll. You know, the dress is karma. Jij mag ook wel eens weer light. Wat ben je opeens attent, Brian? Heb je iets van me nodig of zo? Maar wat is rock and roll nou weer? Rock and roll is alles wat je wilt zijn. Het is sexy. Het is stijl. Het is opstand. Brian. Het is helemaal los. Oké. Okay. Maar wat is er nu eigenlijk echt? We hebben geen idee. Denk dat we weten. Het enige dat we weten is dat rock and roll op een nacht doodging en dat er nog ergens muziekinstrumenten zijn. Dat is zeker. En als Kar gelijk heeft, dan ben jij degene die ze kan vinden. Ik weet niet eens hoe die dingen eruit zien. Maar weet je wie dat wel weet? Justin. Ik heb er maanden aan gewerkt. Helaas kan ik er zelf niet op spelen. Maar niet getreurd, Sky kan het wel. Hun kopjes, hun... Ja. Ze deed het voor Crazy Little Thing Called Love. Yeah.
Yeah!
cel gevonden. Hij moet door een of andere spoor zijn gevolgd. Dat kan niet anders. Maar wacht eens even. Weet je nog, vlak voordat we elkaar ontmoet hebben... Die sergeanten, met onze spullen. Controleer je kleding. Ja, hier, in mijn zak. Hij lijkt wel een zendertje. Nee, een microfoontje. Ze hebben alles kunnen volgen. Hebben ze? Hier. In mijn blouse. We moeten heel zachtjes praten. Anders weten zij dat wij weten dat zij weten wat wij zeggen. Je hebt helemaal gelijk. We moeten dit heel tactisch, strategisch en subtiel aanpakken. Hallo, Stentje, Stinky Ratten! We hebben jullie door! Zou je ook nog wat zeggen? Jazeker. One way or another. I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you. Yeah, woo! Het is over, Scaramouche. Weet je dat? Het is gebeurd met de hippies. Wij zijn de enigen die ontsnapt zijn. Wij zijn de laatste twee. Sky en de anderen gaven hun leven om ons te redden. En dat offer mag niet voor niets zijn geweest. Nu zijn wij aan de beurt. Nu komt het op ons aan. Nu komt het op ons aan. Hoe dan? We zijn maar met ons tweetjes. Ik voel me anders sterker dan ooit. Oh ja, tuurlijk. Je hebt weer gedroomd. Dat je ineens zo sterk voelt of zo? Nee, gekkie. Dat komt door jou. Samen zullen we ze vinden. Dat weet ik zeker. Gekkie? Wie is hier nou gek met je gekke teksten? Dat is lief bedoeld, Karimus. Ik hou van je. Ja, dat is allemaal heel lief van je, maar wanneer heb je die muziek in je hoofd? Wanneer heb je dat? Ik hoor muziek, vooral als ik naar je kijk. Slijmbal! Nee, echt! Ik weet zeker dat er straks iemand is die muziek maakt voor ons. Speciaal voor ons, dat geloof jij toch ook? Ja, dat geloof ik ook, denk ik. Weet je, ik hou ook van jou. Thank you.
En geen grapjes over champignons die in de kelder groeien. Bla bla bla. Hé, iemand ken ik nog niet. Sergeant, vertel. Dat zijn woorden van vrijheid, vuile smeren. Ik zou het op prijs moeten stellen als jij de woorden vuile smeren achterwege liet. Vuile smeren is anders nog veel te goed voor jou. Zet je schuiken maar een tikkeltje hoog, soldaten. Als je het mij krijgt, dan weet die drummer net zo weinig als die arena van de Champions als u en ik. Het is een sukkel die altijd maar een beetje nakakelt wat hij in zijn kop krijgt. Ja, het is een sukkel die altijd maar een beetje nakakelt. Sukkel. Maar goed, hij heeft mij naar jullie toegebracht en daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. Wat heb je natuurlijk gezegd, meneer de commandant? Gaat u ons nu vermoorden? Maar pinkertje toch, we leven toch niet in de middeleeuwen? Nee, zeg jullie idee horen gedood, zodat we elke waanvoorstelling van echte muziek en informele gedachten zouden jullie hersen kunnen zuigen. Dank je erbij, commandant. Pas maar op, voordat ik er bij jou een tandje afsla. Oh, she fire inside the mountain. Adele, awful. Ik heb het gevoel alsof ik uit de sky val. Soldaten, volle sterkte. Dromer, volg ons, red ons, hippies, geef hem al je kracht voordat ze ons hersens spoelen. Slaap zocht, Juffrouw Perry. Wel te rusten op naar Lunatic. Ha, ha, ha. Lunatic! Lunatic! Daar zijn ze naartoe gestuurd. Ook goedemorgen. Ja, maar nee. Echt waar. Ik heb het duidelijk gezien. In mijn droom. Goh, je hebt weer gedroomd. En hoe komen we daar dan in dat lunatic van je? Ik zag een lange weg naar voren. Toen een afslag naar rechts. En toen een rotonde en bordjes met erop. Verkeersexamen. En toen was er... Weet je, ik zoek anders nog. Ah, hier staat het. Het is een huis voor verbetering van de geest in Hilversum. Met een heldere routebeschrijving. Hé, waar gaan we naartoe? We gaan op vakantie. We moeten ze vinden! Nu! Yo, gozer, wat heb jij op voor ontbijt? Is ontbijt! Ja, zeker moeten we ze vinden. Ik ben alleen bang dat verbeteren van de geest in dit geval wel iets anders zou kunnen betekenen. Ja, ik hoop dat ze nog weten dat ik de dromer ben. Dat is best een goed gevoel. Ja, en dat wij vrienden zijn natuurlijk. Het zou best kunnen dat ze dat uit hun gedachten gewist hebben. En dan ben je gewoon weer een gek jongetje. Hé, hey, wat ben jij lekker positief? Ja, mag ik? Deze situatie is anders niet heel gezellig, of wel soms. Ik wist het wel. I should have put your flowers. Hij is wel romantisch hoor. Kunnen die twee daar nog wat van leren? En daarbij, naar Lunatic gaan is veel te gevaarlijk. Het wil met er nog van soldaten op zoek naar ons. We moeten ons nog een paar dagen koest houden. Dat kan niet. Ik ben de man waar de hele wereld op heeft gewacht. Sky heeft het toch zelf gezegd? Ja, precies. En daarom zou het heel stom zijn om je leven te wagen. Ik ben niet belangrijk, jij blijft hier. Maar wij zijn toch ook nog om te helpen, toch, Roger? Ja, kinderen. Jullie... Nee, ik ga mijn baby toch niet voor mij laten vechten. Je baby? Sorry, je weet van geen ophouden, hè? Luister nou, je bent mijn meisje. Ik wil je alleen maar beschermen. Ja, tuurlijk. Maar nu is het klaar met het lopen soft gedoe. Let's rock!
met de hevenshoogheid. Het hardbackhotel is vernietigd. Met een grondgeluid gemaakt. Maar dat is geweldig! Het verzet is gebroken! We hebben gewonnen! Cool, cool, cool! Nou... De mooiste dag van mijn leven. Ik ga echt helemaal uit mijn harde schijf. En wij ook! Killer Queen? Echt de mooiste dag van mijn leven. Als ik je nog heel even onderbreken mag. Wat is er nou? Wat loop je te zeuren? Hou eens op! Ik ben benieuwd hoe je eruit gaat redden. Afgelopen met de hips. Alleen zijn de dromen en vriendin nog niet gepakt. Nou, ik ga weer. Doei. Dus je bent ze kwijtgeraakt? Kwijtgeraakt is ook niet. We weten alleen even niet waar ze zijn. OMG! Meer is inderdaad de hoogheid dus. Ik heb genoeg van je smoesjes. En weet je, veel genoeg om precies te zijn. En van jou heb ik ook genoeg. Maar hoogheid. Jij, met je zogenaamde hippie, trendy, alcoholen, kijk mij eens zonnebril in huis lopen hoofd. Acelleritis, u loopt hier maar rond te slijmen met dat logge lichaam in dat sompere Armani-pak. Armani? Nee hoogheid, dit is een echte kabel, laat ik het verder. Connection, ja. CNA, tja, is topverdediger. U weet wat er gebeurt met mensen die mij teleurstellen. Het wordt tijd om je brein aan stukken te scheuren, badmuts, tot over je oren. Game over. Dit is ons bevel! Global Soft is ons bevel!
mooie boel hier, zeg. Nou, het zou allemaal weer van ons moeten komen, hè? Dit lijken je vrienden, maar ze zijn er niet meer. Hun lichaam is er, maar hun geest is weg. Toedeledokie! Ze zijn compleet gehersenspoeld. Weggespoeld, zo je bedoelt, hè? Maar wie hebben ze naar deze plek gebracht? Nou, de commandant met zijn sergeanten natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, maar waarom blijven ze hier? Deze plek heeft iets bijzonders, een hele eigen sfeer. En jij bent? Ooit was ik een bibliothecaris. Werkte op de plek waar de verboden documenten werden bewaard. Dus, dit was ooit een bibliotheek? Inderdaad, en ik raakte iets te geïnteresseerd in de geheime documenten. Oh, en toen hebben ze jou ook gespoeld. Hebben ze wel geprobeerd. Ik denk dat ik te veel wist. Ik ben misschien zo lijp als een vogel. Maar ik heb u wel de meeste hersencellen. Daarom ben ik nu baarman. Maar waar zijn dan de verboden boeken nu dan? Die hebben ze eerst gedigitaliseerd. Daarna hebben ze het verbrand. Ik kan toch niet van lezen. Doe maar een koninkje, baarman. Neem maar zelf wel oké. Kunt u ons nog wat meer vertellen? Meneer... Pop. Ze noemen me Pop. Pop. Dat kan ook. Weet u wat hier allemaal is gebeurd? Waar het is misgegaan? Sure, baby. Het was verdomd lang geleden een tijd. Van voor de boyband en die girlband. Toen computers nog van die platte schermen hadden. Maar hoe weet u dit allemaal? Omdat het is voorspeld. Zie hier. Gek. Wow, wat is dat voor die moderne machine dan? Dit is het videoband. Een oeroude speler. Met heilige tekst en beeld. Ze willen hem allemaal hebben. Allemaal willen ze de video. Maar ze krijgen hem niet. Hij is van mij. It's my precious. Een boodschap uit het verleden. Een waarschuwing uit lang vervlogen tijd. Ik heb hem gepikt. Hier, uit het archief. Op de dag dat ik werd gearresteerd. En al die 10 helse jaren in mijn lege cel heb ik hem verstopt. Oké, ik denk. Dat moet pijn gedaan hebben. Aanschouw ga je maar uit, super. En dan hoor, maar. The real life, is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Overduidelijk, is dit de real life or is dit just fantasy? Dus. In onze taal betekent het, is het echt leven of is het gewoon fantasie? Oh, dus. Wat is er nou echt? Global soft of is het nog iets anders? Oh, dat is wat nu aan de hand is hier. De tekst roept de kids op to open their eyes. En te doen, look up the skies and see. Nou, ik zie anders helemaal niks, hoor. Jullie? Jij hebt ook echt een licht, hè? Light. Ha. Hé, maar wat is dat? Maar, wie hebben die geschriften opgetekend? Wie waren deze poëten, deze voorspellers, deze profeten? De titanen, gladiatoren, strijders, optrekken met een banier. Van muzikale vrijheid. Luisterde naar de naam Queen. Nou, doen we nog een keer. De naam Queen! Kijk eens wat we hier hebben. Oh, dat was die kist waar ik al mijn geschriften in bewaarde. En toen mijn geest nog niet verbeterd was.
Die was ik helemaal vergeten, joh. Die heeft er verteld dat er ooit een tijd zou komen. Dat de echte muziek verboden zou zijn. Nou, daar heb ik dan mooi gelijk mee gekregen. Dat was de manager van Queen die dat zei. Had die weer van me waar, zegster. Om de toekomst van rock en roll veilig te stellen, besloten de mannen van Queen om hun mooiste instrumenten te begraven. Ja. Dus, hier liggen nog ergens instrumenten. Liggen te wachten tot ze gevonden worden? Ja, zeker. Maar ze liggen al meer dan 300 jaar verstopt. Hier, luister. Queen wist dat er ooit een moment ging komen dat er een held zou opstaan met een voorspellend oor. Misschien wel juist, man. Hoe fijn is dat? En dan zouden die instrumenten weer tevoorschijn kunnen komen. Dat is de legende waarin wij allemaal geloven. Nou ja, geloofden. Maar wat gebeurde er dan met Queen? De eerste uit hun midden stierf. Te jong. Ze richtte een monument voor hem op, wat tot de dag van vandaag nog ontvindbaar is. Ze rokte voort tot in de eeuw daarna. Zeg, Pop. Weet je ook waar ze die instrumenten verstopt hebben? Kijk eens in de kist, flashlight. Ja, hè. Wie bedoel je nou? Flash of light? Ah, dat ik die grap nog nooit bedacht heb. Komt ie dan. Gij zult vinden de plek van de heilige instrumenten. In het walhalla van de echte muziek. Nu wordt dus echt belangrijk. Let op. Wacht, er komt nog meer. Waar alle grote sterren uit de oude tijd in de open lucht optraden. Waar de sfeer en muziek legendarisch waren. Het Wembley Stadium. Hoorde ik daar iemand zeggen, het Wembley Stadium? Hey, welkom terug. Ik voel me ineens zo energiek, er staat vast iets te gebeuren. Wat is dit allemaal voor een drukte, joh? Gaan we echt naartoe? Zijn jullie allemaal helemaal wakker? Of zijn jullie steeds kop? Oké, strijders, als het goed is, weten we waar we naartoe moeten. Laten we gaan! Hey, help me. Hoe dacht je daar te komen dan? Nou, daar weet ik wel eens op. Volg mij. Ik weet de weg. Kom op, Galileo. Waar is die lefgozer waar ik verliefd op werd?
Here I am, baby! Wow, dat ging snel. Even de schakelaar omgezet. Ik zou niet een opmerking kunnen maken. Maar dat doe je gelukkig niet, Brian. Gelukkig voor jou. Nou, kom op. Gaan we rocken of niet? We gaan rocken! Ik heb geen tweedehands instrumenten nodig om muziek te maken. Ik kan het zelf. Wow, heb je ook zo'n gitaar voor mij? Hey, Justin, waar zit jij nog met je gedachten in, Lunatic?
Oh, heerlijk. Wat een rust. En dan nu met z'n allen! Ja, Groovy, kom op! Thank you.
nemen. Groep 8 van de Parkstraat. Beelzebub has a devil put aside for me.
Kippenvel. Dames en heren, de sterren van vanavond, groep 8 van de Poortstraat. U zult denken, komt er nu nog een dans? We hebben nog één klein toetje, ook een traditie geworden. Voordat we dat doen, wil ik nog even een heel groot applaus voor al die mensen die aan deze productie hebben meegewerkt. Ouders, leerkrachten. En een heel groot woord van dank aan de mensen van de Schouwburg. Waar we ontzettend fijn hebben samengewerkt, 3 dagen lang. Vooral de mensen hier naast mij, Vincent en Carola. Ontzettend bedankt. Dan nu. Krijgen wij, wat al zei, een traditie die ook al een paar jaar gaande is. Namelijk, we eindigen de musical met een lipdub. Opgenomen uiteraard op school, op de Poortstraat. En ook gelijktijdig de aftiteling van deze fantastische productie. Daarna dus in beneden in de grote foyer. Daar treffen we elkaar weer. De kinderen gaan dadelijk eerst omkleden, et cetera. En dan gaan we daarna een glas heffen op dit fantastische succes. De lipdub! Such a good time, I'm having a ball.